nooit meer überhaupt bij de 80 komen. Ik weet niet waarom, maar die marks die zijn zo hard gedropt bij mij. Terwijl ik dan ook niet eens heel slecht speel met dit ding. Het is alsof hij alles weer opnieuw aan het kalibreren is ofzo. Heel vervelend. Ja, die... Ah, come on. Liggen, maar... Dit ding wordt een goede turf sink te hebben. Oké. But why? Ja. Dat heeft iedereen volgens mij in zijn hoofd. Wow! Oh, hier is een roos. Oh fuck, hier zit natuurlijk... I'm screwed. Wat? Oh shit, daar zit nog meer. Ik zie opeens gewoon 7 helft van die AMX-30 afgaan. Dus ik dacht van, oh, misschien is het een soort van... Waarom kan ik niet auto-aimen? Waarom gaat iedereen tegen me aanbeuken? Waarom kan ik opeens niet meer rijden? Alex gaat toch goed, jongen. Shit. Wel goed daar. Oh, ben je serieus? Ben je echt fucking serieus? Die man snapshot gewoon even terwijl ik niet gespot ben door een bosje heen. Oh ja, daar zit die indicator, dus ga ik daar verder schieten. En dan raakt hij mij natuurlijk. Is het Trans Centurion zeker? Nee, het is die Object 416. Dat bullshit dat hij net deed. Oh, dat is raar, die is geel. Dat was ook pure luck. Ja, daarom. Wacht je alleen maar van hoogbenen. Krapje. Oh, jij kwam er net ook wel met best wel veel weg. Come op, ik wil doorpushen, alleen... Ik kan nog een rosse kwaffentroller daar staan. En een AMX-30. Oh. You're going for it. Nee, shit. Nou, wie verzint zo'n plek dat je vast kunt komen te zitten? Door gewoon erin te sliden, dat is zo dom. Oké, wacht wel. Misschien kom je eruit. Ik denk het niet, om eerlijk te zijn. Dit is zo dom. Dit is zo makkelijk om op te lossen. Waarom doen ze het nooit? Echt, wat doen ze daar de hele tijd? Denk je wat een nieuwe prioritank is ofzo? That's it, wat ze doen. Ze doen verder helemaal niks. Als een level probleem heeft, dan probeer ze dat nooit op te lossen. Omdat hier nu een mini-hoekje zit. Ja, gaan jullie maar voor. Oh, shit. Hartje. Godzamme. Nice. Double nice. Cap. Maar met dus cap. Dat is fucking stuck, idioot, echt.
Ja, ik ga achter de heavy staan. Oh, bijna. Ah. Kill. Kill, kill be rolled, kill be rolled. Oh shit. Oh. Dat ook nog wel net. Meen je niet. Ah, shit. Bad shit. Help me. Natuurlijk haalt hij mijn gun eruit, want daarom kan ik het toch niet aan. Wat? Ik zat hier net de hele tijd vast en ik heb hier heel veel mensen die naar je toe kwamen gespot. Dus ik kan hier verder niet zoveel mee doen, want als ik hier een volger heb, ik gespot en shit. Zit dan met z'n tweeën. Shit! Ja, I'm fucked. I'm so fucked. Toen kan hij maar net raken. Nope. It is up yours. Again. Als op je bent gespot en er zit er wat. Mm-hmm. Oeh! Zeer zwaar, ik ga hier ook dood. Je kan met zoveel weg, joh. Zoveel weg? Wat de fuck moet ik doen? Je leeft nog. Hoe de fuck leef je? ik heb daar heel veel gedaan, hè? Ja, daarom. Hallo. Hallo. We moeten weten waar die budget zit. Ja, good luck. Ja, die zit hier zo ergens, die laat. Jullie in een platoon. Nee, ik kan niet, ik zat even op de K-lijn. Dat is voor het laatst. Alex, heb je Marie gezien? Nee. Van de boel. Omdat ik daar geen tijd voor heb. Die kogels, man, het is zo lastig om dit te doen. Deze Emil heeft er niks anders dan een nieuws als zit. Fuck je, wat moet je. Ik zie even dat midden en ik vlak dat ik geen hier zitten. Ga op dat heuveltje. Bij de Scorpion. Of daar. Ja, zo kan je die kant inderdaad ook wel in de gaten houden. Mochten ze iets raars gaan proberen. This can work. Right? Wat zou je denken? Nee, dat moet hij helemaal juist niet, want als hij om het hoekje komt vanuit het midden, dan kan hij niet raken. Ik vind het draw eigenlijk ook best wel prima. Ja, Alex. Wat? Een draw. Vind je dat prima? Ja, toch? Ja, yeah, sure, man. Oh! Shit. Oh.
Ja, dit is zo schiet. Waarom komen ze allebei nou weer vandaar? Die hard geld is allemaal pakken, dat is het probleem. Oh, dat is nice. Dat is minder nice. Bedset gaat hier pakken. Hup. Ik kan één schot nemen als het goed is. Ja. Oh nee, nee. Gaat hij dit hele tijd doen? Nee, dit is zo stom. Oh. Maar die Scorpion mag ook wel erop mikken hoor. Ja, dat bedoel ik. Dit is zo vervelend dat die Art hier nog... Hij mist hem volledig. Ja, dat kan niet. Je save exact goede plek, exact goede tijd. Wat een shitgevecht is het, zeg. Nee, 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 nee. Artie is nu denk ik wel geladen, dus pas af. Nou, wat moet ik nu gaan doen? Nee. Nee, dat kan niet. Hoe doet hij dat? Je moet ervoor zorgen dat je de eerst safe kan flanken. Eerst even kijken inderdaad waar hij komt. Oh, nice! Oké, nog een premium upshare, dus. Hier kan hij toch niet raken? Ja, dat was. De arc, als die in de hoek staat, kan dat wel. Als die op K9 staat. There is no way dat hij dat nu nog kan predicten. Ja, Alex, je weet best wel dat het mogelijk is. Ja, eigenlijk wel. Maar goed. Hij staat sowieso niet bij de basis. Dat weet ik wel. Anders zou hij. Volgens de Scorpion wel. Oh, oh shit. Dat ding is snel. Ja. Oh. Nice. Oh, dat was wel een keer boertje, maar goed. Ja, ik heb het laatste voor die, hoe heet het, was wel nodig voor die H7. Ik heb al zijn onderste plaat gepent. Echt? 248 gemiddelde pen. Oh, heerlijk. Ja, deze idioot heeft het toch net even gecarried. Zeker. dus ga ik waarschijnlijk ook opslaan. Wie was main attacker? Wat? Main attacker, die heeft mij 4 keer gereport. Nou, 4 keer? GC, ja. Lol. Ah, nice man. Oorlings medaille in ieder geval. Nou, ik heb verlies gemaakt. Ja, ik ook. Misschien daar op z'n maar het scheelt met 10.000. Dat valt wel mee. Ik heb nog ineens appels ergens geschoten, dus ja.